voordat je beseft dat je mantelzorger bent, ben je het vaak al jaren. En in sommige situaties is het in één klap. Iemand krijgt een hersenbloeding en je bent dus opeens mantelzorger of een ongeval of een of andere chronische ziekte. Die ervaring helpt me zeker bij het meedenken, wat de gemeente gevraagd heeft om mee te gaan denken binnen een groep, een mantelzorg, nou ja, klankbordgroep zoals die nu heet. Je hebt momenten dat je dus zelf niet eens weet dat je mantelzorger bent, maar wel behoeftes hebt of wel dingen nodig hebt, misschien van de maatschappij, niet eens zozeer alleen van die gemeente, maar van de buren, van je familie, van een bewustwording daarin, zo van hey, alles. En een gezin en een werk en een vriendenclub en noem maar op. En ook nog mantelzorgen. Dat wel veel is. Voor mij was het natuurlijk wel even een knoop. Mantelzorg en duurzaamheid. Nou, dat was niet gelijk helemaal duidelijk. Maar als je gaat kijken wat duurzaamheid inhoudt, is dat je dus geen overbelasting krijgt. Of dat je binnen jouw energie kan doen wat er nodig is. En daarin zou dan het duurzamer kunnen. Je moet het samen doen, met elkaar doen. Om het leven mogelijk te maken en niet mantelzorg, het woord al, is gericht op zorg. En je maakt het leven mogelijk.